Yo mensen van mijn kanaal, mijn naam is Mick en leuk dat je kijkt naar deze video. Ik wil jullie enorm bedanken voor de 300.000 abonnees. En binnenkort komt er iets heel leuks op mijn kanaal voor de 300.000 abonnees. Maar daar ben ik op dit moment nog mee bezig. Want ja, jullie laten mijn kanaal opeens 1000 abonnees per dag groeien. Dus het ging me iets te snel. Maar blijf daar zeker mee doorgaan, want het is wel leuk. Maar vandaag jongens hebben we 10 mensen die op tekenfilms lijken. Vind je dat nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en dan gaan we meteen beginnen. Op nummer 10 hebben we Mr. Burns. En Mr. Burns is een karakter uit de tekenfilm Simpson. Maar deze meneer lijkt zoveel op Mr. Burns, dat is niet normaal. Je kan bijna zeggen dat Mr. Burns op hem lijkt. Het kapsel, de neus, gewoon echt alles klopt. Zelfs de kleren. Zelfs de kleren klopt. En Mr. Burns heeft best wel een duivelse blik. En ja, dat heeft die andere ook naar mijn mening, de echte versie. Dit noem je nou gewoon een perfecte kopie van een tekenfilm. En dit is pas nummer 10. Want misschien kennen jullie de film Up wel. Deze film kwam namelijk uit in het jaar 2009 en was echt een ziek groot succes. Ik heb hem nog gekeken als de 11-jarige Mick die ik toen was. Ja, dat is zeker een tijdje terug. Wel gewoon 10 jaar bijna. Nou, in ieder geval de hoofdrolspeler van die film is Carl. En Carl is een beetje een opaatje die een beetje chagrijnig is. Maar deze man lijkt toch wel enorm veel op Carl. Naast dat hij dus een vierkantige bril op heeft, wat hem al meer laat lijken op de Carl uit de tekenfilm, zie je het ook gewoon perfect in zijn gezichtskenmerken. Dezelfde neus, dezelfde kin en zelfs de haarstijl. Het lijkt mij echt super vet om op een tekenfilmpersonage te lijken als ik eerlijk ben. Laat even weten of jou het ook vet lijkt hier beneden in de comments en dan gaan we door naar nummer 8. Ja, en de volgende tekenfilm die gaat nog meer terug de tijd in als 2009. Want toen deze tekenfilmserie begon was ik niet eens geboren. Namelijk de eerste aflevering van Johnny Bravo speelde af in het jaar 1995. En dit is zijn dubbelganger. Geen idee of hij expres op hem probeert te lijken of dat hij daadwerkelijk gewoon zo altijd rondloopt. Want de manier van de kleding, de zonnebril, het is gewoon echt precies zoals de tekenfilm Johnny Bravo. Maar daarnaast is het speciale aan deze man dat zijn lichaam ook gewoon echt precies hetzelfde is als Johnny Bravo. En natuurlijk zijn kapsel. Maar zijn lichaam is wel even next level, want hij heeft een super grote borstkas, net zoals Johnny Bravo, en hij heeft een smalle middel, net zoals Johnny Bravo. Heel erg ziek. En op nummer 7 hebben wij Jason Momoa, die jullie misschien wel kennen, want hij is best wel een bekende acteur en hij speelt in de bekende serie Game of Thrones. Maar de acteur lijkt toch wel heel veel op een tekenfilm karakter. En niet zomaar een tekenfilm, nee, de tekenfilm Lion King. En hij lijkt daar super veel op de karakter Scar. En dat is gewoon echt puur door de ogen. Ogen lijken echt zo abnormaal veel op de, ja, op Jason Momoa. Als je zijn ogen ziet en dan de ogen van, ja, de tekenfilm karakter Scar uit Lion King. Het is echt abnormaal. Het is echt heel ziek. Weet maar nooit, hè. Dadelijk is Jason Momoa als inspiratie gebruikt. Maar dat lijkt me trouwens heel sterk, want de eerste Lion King is ook al heel lang geleden. Dus ik denk toch dat het echt puur toeval is. Maar voordat we naar de top 5 gaan, gaan we eerst naar nummer 5. En op nummer 5 staat Luigi van Ratatouille. En nu, dames en heren, ja, nu wordt het echt heel ziek. Josh is namelijk een persoon die echt ongelooflijk veel lijkt op dus Luigi van Ratatouille. Waarom krijg ik een accent als ik Ratatouille zeg? Want naast dat hij er niet alleen op lijkt, want hij lijkt er echt al enorm op. Nou ja, hij is het gewoon, lijkt het wel. Werkt hij net zoals die Luigi, of hoe je zijn naam ook uitspreekt, in de keuken. Hij werkt gewoon ook in de keuken. What the fuck? Deze man lijkt er gewoon echt zoveel op. Dat is echt gewoon, wajo, ik kan het gewoon niet bevatten. Maar we gaan door naar de top 5. En we beginnen de top 5 met een wat nieuwere tekenfilm. Namelijk Big Hero 6. Dit is namelijk een tekenfilm uit het jaar 2015. Dus het is heel goed dat je deze tekenfilm nog kent. En er is dus iemand die heel veel lijkt op de karakter Hiro Hamada. Of Hiro Hamada. Ik heb geen idee of die naam goed uitspreekt. In ieder geval zie je het jochie nu in beeld, de tekenfilmversie dan. Maar dames en heren, het verschil bij deze is dat die jongen er ook gewoon daadwerkelijk op probeert te lijken. En dat is hem zeker weten gelukt. Als ik hem zie, dan denk ik gewoon letterlijk dat hij getekend is. Maar hij is gewoon echt de persoon. Wow! Dan heb je het wel heel goed gedaan. Dit is gewoon echt zo ziek, dames en heren. Maar laten we doorgaan naar nummer 4. En daarna
naar de top 3. Maar voordat we verder gaan, ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan zeker, want hey, we hebben er 300.000 abonnees vandaag bereikt. Maar we moeten volgend jaar gewoon voor de... Of dit jaar nog. Ja, we gaan dit jaar nog proberen de 350.000 te bereiken. Dat gaat echt nooit lukken. Dan hebben we nog 74 dagen. Of nee, 77 dagen ongeveer. Ja, we hebben nog 77 dagen voor 50.000 abonnees erbij. Nou, als je nog niet geabonneerd bent, dan zou me dat enorm helpen. Het is wel een leuk doel om voor mezelf te zetten. We gaan het gewoon proberen. Fuck it. 350.000 abonnees dit jaar nog. Woe! En als je dit soort video's vaker wilt zien, dan kan je ook even een duimpje omhoog doen. En dan gaan wij naar nummer 4. En op nummer 4 hebben we de oma staan van de bekende Amerikaanse tekenfilm Looney Tunes. Je weet wel, die serie van die ene konijn. Ja, die ene. Deze. Ja, ja. Nou, er zit dus een oma ook in deze serie. En er is iemand in het echt die zoveel op die oma lijkt. Holy fuck. Namelijk deze foto, die ging helemaal viraal. Waarin het gewoon echt zowat dezelfde persoon is als de oma uit Looney Tunes. Zelfs het gele tasje lijkt gewoon op het kooitje van de oma. Het is echt ongelofelijk, dames en heren, hoeveel mensen eigenlijk op tekenfilm karakters lijken. Maar we gaan er echt door naar de top 3. En vanaf nu wordt het echt vet. Want we zijn aangekomen nu bij de top 3. En we beginnen het met Eric Cartman van South Park. Iedereen kent waarschijnlijk wel South Park. En iedereen kent waarschijnlijk wel Eric Cartman of Cartman. Ligt er maar hoe je het wil uitspreken. Maar je zou maar op een dag in de bus stappen en dit zien. En ja jongens, dit is gewoon letterlijk Eric Cartman van South Park. Alles klopt gewoon. Dezelfde kleding, het lichaam. Gewoon echt letterlijk alles. Maar de kleding is echt nog zieker eigenlijk. Maar deze jongen ging dus helemaal viraal met deze foto. Dat hij zoveel op Eric Cartman van South Park leek. En daar ben ik het zeker mee eens dat hij daar veel op lijkt. We gaan door naar nummer 2. En op nummer 2 hebben wij Elsa van de film Frozen. Nou, als jij de film Frozen niet kent, dan weet ik het ook niet meer. Ik denk dat iedereen die film wel kent. En anders wel het liedje Let it go, let it go. Ja, in ieder geval, iedereen kent wel Frozen. En iedereen kent denk ik ook wel Elsa, de hoofdkarakter van de film. En ja, zij is al best wel een schoonheid voor een tekenfilm. Dus ik ben wel heel benieuwd naar de echte versie van haar. Oké, daar gaan we dan. 3, 2, 1. Oh, dat is een mooi ding. Ja, ja, daar zou ik zeker wel een keertje wat mee willen eten hoor. Ja, 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 ja. Maar deze vrouw kwam er dus op een dag achter dat ze enorm veel leek op Elsa van dus Frozen. En wat ik super cool vind, is dat ze haar baan ervan heeft gemaakt. En het gaat zelfs zo ver dat ze zelfs getrouwd is als Elsa zijnde. Dus ze heeft de jurk en alles aangedaan en is op die manier getrouwd als dus Elsa van Frozen. Ze is zo getrouwd. Ze draait er wel heel erg in door, laten we eerlijk zijn. Maar dat noem je dan wel een verdiende nummer 2 en we gaan door naar nummer 1. En geloof het of niet, maar op nummer 1 hebben wij staan Shrek. Ten eerste zou ik het niet echt als een compliment zien als iemand tegen mij zegt: Mick, je lijkt op Shrek. Dat zou ik zeker niet als een compliment zien. Maar deze man lijkt gewoon echt op Shrek. Ja, niet eens als een grap. Want zoals je ziet, gewoon zijn gezicht is 1-op-1 met die van Shrek. En je kan er gewoon niet omheen. De man is namelijk ook niet zomaar een man. De man was vroeger een van de grootste worstelaars die men kende. En ja, uiteindelijk kwam dus de film Shrek uit. En nu zien mensen hem meer als die gast die op Shrek leek. Leuke carrière heb je dan. Maar ja, hij lijkt ook echt op Shrek. In ieder geval jongens, dit waren dus 10 mensen die lijken op tekenfilms. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Laten we gaan voor die 350.000 aan het eind van dit jaar. Deel dit kanaal met al je vrienden. Echt jongen, als je dat doet, I love you forever. Check ook even het Mansion kanaal. Dat is een groepskanaal die ik heb. Als je niet weet wat het is, check even de link in de beschrijving. Ik zweer het je, je vindt het leuk als je het gaat checken. Het is gewoon hele goede video's. Dus check het. En dan zeg ik, zoals altijd, Mick out.